Ruimte om te groeien, zijn wie je bent en met elkaar. Dat is wat er centraal staat bij de nieuwe Nijmeegse basisschool Waldorf aan de Waal. Vandaag opent wethouder Grete Visser hier de deuren. Het is de tweede vrije school voor basisonderwijs in Nijmegen. Voor nu is het nog de kleinste school van Nijmegen, met maar liefst 16 leerlingen in de kleuterklas. Ik heb vanochtend tegen de kinderen gezegd, eigenlijk was de school nog niet open en jullie zijn er al 6 weken. En dat vonden kinderen toch bijzonder om te horen. Ik ben heel blij dat we vandaag officieel open zijn en het op verschillende symbolische manieren benadrukt hebben. En de eerste weken zijn goed verlopen. Van de zomer was het nog even kijken of het allemaal lukt. Want het was een gebouw hier waar wij van dachten, moet dit onze school worden? Maar dat is gelukkig allemaal gelukt. Dus we zijn in augustus vol goede moed gestart. De plannen liggen er om over 4 tot 5 jaar met de school te verhuizen naar de wijk Zuiderveld, waar ook nieuwbouw komt. Omdat er jaren geleden al voorspeld was dat Nijmegen-Noord zo'n groeiende wijk zou worden, is er ook al lange tijd nagedacht over een passende school. 15 jaar geleden ongeveer een plan gemaakt van welke scholen worden gesticht. Eigenlijk stond de vrije school nu niet op de nominatie om hier een school te gaan stichten. Maar we hebben ondertussen ook een andere wetgeving, waarin het de bedoeling is dat je handtekeningen van ouders verzamelt in een bepaald postcodegebied. En als je meer dan 150 handtekeningen hebt, dan mag je een school stichten. En dan moet je dat toch wel aanvragen bij de minister en zo. Maar die hebben allemaal ja gezegd en zo is het gekomen. We waren al wel in gesprek met alle schoolbesturen van hoe vinden jullie dat nou? Dat er sommige schoolconcepten populairder zijn dan andere schoolconcepten. Kunnen we daar mee dealen met elkaar? En ja, weet je, het is eigenlijk geen keus. Maar het is ook maar mooi dat we het wel met alle andere schoolbesturen tot een goed einde hebben gebracht. En ook deze samenwerking nu hier hebben. En volgens Christiaan zijn er verschillende elementen wat de school aantrekkelijk maakt. Zoals bijvoorbeeld een andere manier van omgaan met digitale schermen. Je ziet in de samenleving dat het vrij normaal is geworden dat iedereen met een schermpje voor zijn neus zit. We weten ook uit onderzoek dat dat voor een kinderbrein niet zo gezond is. Vrije school is een van de weinige scholen die de hele basisschooltijd een echt bord heeft. Dus wat gebeurt er dan? Een kind ziet een proces en ziet iets ontstaan. Dat is ook een van de redenen waarom de vrije school gewoon die borden nog heeft en heel sporadisch omgaat met beeldschermen. Dat wil niet zeggen dat we tegen zijn, dat wil niet zeggen dat we het niet gebruiken, maar we gaan daar in onze ogen gezond mee om.